Welkom dames en heren, wat leuk dat jullie weer kijken. Nou, vandaag gaan we inderdaad werken op schablonen en we gaan een klassieke almondnagel maken. En op die almondnagel gaan we ook nog even iets leuks maken. We gaan namelijk een soort van croco design maken. En ik laat jullie heel even zien wat het croco design is, want ik heb een paar tipjes voor jullie voorbereid. Dit is het croco design, dus dit is echt wat je normaal gesproken een beetje ziet op tassen en dergelijke. Of op schoenen. Ik ga werken met het competition schabloon. Want we willen ongeveer dezelfde lengte maken als van de andere nagels. Dus ik haal even het middenstukje eruit. En die plak ik op de achterkant van het schabloon. Voor extra stevigheid. Dan gaan we hem even rollen tussen de duimen. Om alvast een beetje de vorm erin te krijgen. Ik heb hem nu heel iets ingeknipt aan deze kant, een heel klein stukje eronderuit gehaald. En als we hem nu inderdaad rollen en we passen hem onder de nagel, zien we dat hij helemaal, als we even iets draaien, naar de zijkant, zie je dat hij mooi aansluit. Dan ga ik hem bij het tweede zijde linkse streepje, het schuine streepje zeg maar, ga ik hem inknippen. En omdat we een beetje een klassieke amandel gaan maken, classic vorm, mag het schabloon heel ietsje naar beneden staan, dat is niet erg. Nou, dit is eigenlijk vanaf de S de hele lengte. Dus dan maken we hem hier vanaf de S. Dan komt hij net tot ook op de S hieruit. Dan weten we dat ook, hoe lang die moet worden. En dan knijp ik hem dicht aan de voorkant. We hebben even de handschoenen aangetrokken, want we gaan natuurlijk werken met power gel. Of nou gel gebruikt, acryl, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar we werken met chemicaliën, dus we moeten onszelf goed beschermen. Dus vergeet niet inderdaad om altijd je handschoenen te dragen. We hebben ons penseel even nat gemaakt in de prep en wipe en ook weer vervolgens een beetje afgedept aan een brush wipe. En nu gaan we, voordat onze gel uitloopt, de nagel vorm geven. Ik druk hem eerst aan de achterkant even plat, dat ik hem even een beetje mooi inblend met een natuurlijke nagel. En dan trek ik hem langzamerhand mee naar voren. En we moeten tot aan de S, dus dat was ongeveer hier. Nou, we hebben de nagel nu opgebouwd met Power Gel Nude. En we hebben hem goed ingeblend, zodat we straks het verloopje ook niet meer zien. Want de cover die we gaan gebruiken van de Building Base, die is natuurlijk wel een beetje semi-transparant. Dus je moet wel zorgen dat de blending helemaal mooi is. We hebben hem nu nageveld. Ik laat jullie even het tussenresultaat zien, hoe die er nu uitziet. Dit is het geworden. Dus we zien nu echt een beetje de amandelvorm in zitten. En nu gaan we inderdaad dit gedeelte mooi opvullen en dan de apex erop bouwen met de Building Base. Over de hele nagel. Ik leg hem neer. En ik pak gelijk mijn penseel. En ik begeleid hem naar achteren en naar de zijkant. En hier moet je wel een beetje snel mee werken, want zoals je ziet is het natuurlijk een product wat heel erg goed egaliseert, maar wat dus ook overal heen rent. En ik trek hem naar voren. En als het nodig is, hou je de vinger even op de kop. Maar je hebt hier geen uren de tijd voor om hem helemaal perfect te maken. Dus hij moet in één keer kakstrak erop. Dus kijk goed naar je belichting, naar je weerspiegeling van je lampen, van je werktafel. Nou, we hebben de nagel nu opgebouwd. Hij is uit de lamp gekomen. Dit is het resultaat. En nu gaan we hem dus mooi lakken met deze prachtige kleur. En dit is de Metallic Grape van de Syriza Sweeties. En we gaan hem halverwege aanbrengen. Je ziet nu ook inderdaad dat hij mooi geblend is, hè? Dus dat hij echt mooi overloopt qua kleurverloop. Dus we gaan hem overdwars aanbrengen. En dan gaan we aan één kant, of aan de rechterkant of aan de linkerkant, gaan we dan het croco effect aanbrengen. Zo. Pakken een beetje op. En we lakken de nagel voor de helft in deze kleur. Nou, we hebben nu de eerste laag hebben we gelakt van de nagel en nu gaan we het croco-effect aanbrengen. En om het croco-effect te kunnen maken heb je eigenlijk een beetje een stugge gel nodig. En ik zal jullie zo meteen ook laten zien wat ik daarmee bedoel. Want we gaan met een dotting tool of nou ja, wat je voor handen hebt liggen, gaan we dus de strepen, dus het croco-effect gaan we erin krassen als het ware. Maar dan wil je niet dat je gel ondertussen weer
wegloopt. En dat al die gaatjes die je hebt gemaakt, die lijnen, dat die weer worden gevuld. Daarvoor maak ik gebruik persoonlijk van de Cerisa Sweeties. Omdat die natuurlijk een non-sticky layer heeft. En die combineer ik met een hele stugge gel. En daarvoor gebruik ik de Gemstone Gel. Ook weer een van mijn favoriete producten. En in combinatie daarvan hou je dus eigenlijk bijna geen sticky layer over. Maar heb je wel mooi die glans en hij blijft mooi stug. Nou, vervolgens willen we ons design natuurlijk even helemaal mooi afmaken. En bij een klein beetje bling erbij kan altijd. Is altijd mooi. Dus wat we gaan doen is, we gaan met de Liner Gel Silver gaan we een mooie rechte lijn in het midden trekken. En daarna gaan we nog een paar billions plakken en een paar steentjes. We pakken een klein beetje van onze Liner Gel Silver. Dat doe ik nog steeds met hetzelfde penseel. En we trekken in het midden. Precies op de scheidslijn. Een mooie lijn naar beneden. Het is wel belangrijk dat je je liner gel even goed doorspatelt van tevoren. Omdat die zilverdeeltjes die zakken naar beneden. Die zijn wat zwaarder. Nou, we hebben ons eerste zilveren lijntje hebben getrokken. En nu wil ik graag de andere kant toch nog even mat lakken. Want ik denk dat het wel een heel mooi effect geeft als de ene kant mooi mat is. En de andere kant juist dat mooie glanzende met die croco look. Dus daarvoor gaan we de Extreme Matte Topcoat aanbrengen op de linkerkant van de nagel. En dit kun je natuurlijk ook met een detailer doen of een ander gelpenseel. Ik pak even hetzelfde penseel. Kost alleen iets meer tijd. Nou, en dan is dit het eindresultaat. Kijk maar even mee. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Tot de volgende keer.